Lekker ding. Nou, Nienke zit op bed. En ik denk dat Nienke het spannend vindt, maar ik vind het ook... Ze springt als het goed is gewoon door het midden. Ze heeft geen afwijking of zo. Ik vond het echt super gaaf, maar ook gewoon, ze kent zulke oefeningen en ik weet het allemaal nog niet. Geweldig, die oefening. Ik vond het zo leuk. Ik dacht, joh, dit voelt echt goed. Flokkie. We moeten wel daarin kijken, oké? Oh, ja, ja. Hoi en leuk dat je kijkt. Vandaag zijn we in het Zeeland. We zijn namelijk bij... Fien! Patty! Tja! En we zijn natuurlijk met... Romy! Wij gaan vandaag... Wat gaan we doen? Nou, wij staan dus nu in Zeeland, bij Romy op stal, bij Maneesje Balans. En we gaan vandaag hele leuke dingen doen met Romy, zoals een sketch opnemen en vloggen. Ja! Dus veel plezier met kijken. Ah, dat is echt heel erg. Oh ja, oh ja. En, Fien, shake. Oh, goed zo. Oh. Een kusje? Kun je een kusje geven? Kusje. Kusje. Ja? Oh! Goed zo! Oh, dit is zo... Mag ik een kusje? Kom eens! Ja, ja. Oh. Jongens, we hebben dus echt een reis van 3,5 uur achter de rug zitten. En het was echt verschrikkelijk en het regende zo hard. En dat was met de trein, dus we gingen vanuit Oldenzaal ging ik... helemaal Notre-Dame. En daar hadden Romans op. En toen moesten we nog 3 kwartier rijden met auto's. Helemaal kapot. En we moeten ook nog terug. Dus red ons. En hier is Sjaan. Zij is een beetje boos. Oh, boos. Dus we zijn nu op dit moment een sketch aan het opnemen. Met Fien en Patty en Sjaantje. En wie is hier? Wat gebeurt er? Ze hebben een heel klein mondje. Oh, vies. Kijk, wat de fuck doe je? What's happening? Ja. Oh, je moet blazen daarin. Ja, wacht. Oké, kom maar, Fien. doe je dat in de mond blazen of zeg maar? Oh, en dan de lippen dicht houden, dat is benieuwd. Maar zag je niet dat die wangen... Of nee, er gebeurde dat niet. Nee. Oh, vind je nog één keer? Nou al fout. Oh, je wordt nu al verpest. Dat is echt een zoete zielig. Oh, kind. Jongens. Gaat het met je? Je staat helemaal verslagen, stel ze nou. What happened? Zie maar. Maar dit is toch een baby, hè? Als dit gebeurt, is hij daar echt een halve minuut. Even Sjaan uit het stal gepakt. En we zijn even lekker aan het poetsen, want ze was echt ontzettend vies. Kijk er. Oh, Nienke, je bent echt lekker bezig. Goed zo. Knolpower. Nee, ga weer. Dat is echt heel erg. Kijk. Shani. Wat? Dat had jij met je prijs dus in je video, hè? Oh, leuk. We hebben Sjaan opgezadeld en Romy gaat hem eerst rijden. Dus Sjaan loopt hier met Maartje. Sjaan-temmer. Wat zeg je? Sjaan-temmer. Romy is de Sjaan-temmer. En nou, als ze braaf is, mogen wij erop. Want anders durven we het niet aan. Nee, grapje hoor. Komt allemaal goed. Ja! Show is met je beentje. Nou, Maartje zit nu op Sjaan. Ontspan hem, Murf. Daar is Romy. Hallo Romy. Weet je dat het niet eens zo gek groot lijkt?
Nee? Vind je wel room? Nee, ik valt echt mee. Ik wou net zeggen, je bent een huge chest tower, maar het valt nog wel mee. Romeo de vlagster. Daar is Murphy. Als je aan het drinken bent, is het beter. Maar nu wil ik gewoon dat zij even lekker kunnen rijden. En niet de hele tijd een soort betonstuk in hun handen hebben. Dus dan heb ik gewoon even die soft aan, een soort van begrenzing. Want Sjaan, de krultrek is helemaal niet de bedoeling. Maar meer dat ze gewoon even niet van hun naar kan gaan. Romy heeft net even lekker gereden en nu zit Maartje erop. Romy had er net geen slofteugel aan, maar die hangt er nu wel aan. En dat is puur omdat het is gewoon de bedoeling dat wij even lekker kunnen rijden. En wij hoeven niet te trainen of zo met Sjaan. We kunnen gewoon even Sjaan aanvoelen en zo. En dan is het wel fijn dat er, althans dat zegt Romy, dat er even wat aanhangt. Zodat wij ons kunnen focussen op het rijden in plaats van op dat Sjaan fatsoenlijk moet lopen. Dus we trekken er verder niet aan of er gebeurt verder niks mee. Het is puur... Hij zit gewoon als begrenzing. Hij zit als begrenzing, hoor ik hier achter mij. Dat vind ik een mooie woorden. Gaan we maar. Ja. Oh, dat is cool, dat moet ik even filmen. Waar gaat u die wissel doen? Hierheen sturen. En dan je rechterbeen naar achteren en naar links sturen. Ja, linkerbeen. Ja! Op je kont zitten. Brrr, zegt ze. Het is raai niet. Dat heeft ze echt een jaar gedaan of zo. Oh ja. Achter. Even zo frustrerend. Maar je gaat een wissel proberen, jongens. Nou, ik ga even maar die kant op en dan in, zeg maar, in de verkeerde groep. Oh, oké. Kun je het beste vanuit stap doen en dan gewoon na die hoek, dus bij de M of zo. Dan draag je stelling naar buiten, dan gewoon naar het hek. En dan je binnenbeen naar achter en dan gaan we een keer je aan. Les van Romy Oudhoorn. Onze instructrice in opleiding. Ik heb vandaag nog geen wissel. Op je billen, Murph. Nou, jongens, ik heb dus net op Sjaan gereden. En als het er misschien een beetje gek uitzag, dat kan. Omdat ik natuurlijk niet Sjaan gewend ben. Maar in ieder geval, het was heel leuk. En Nienke gaat nou. Maar we moesten eventjes... Nienke past niet in de beugels. Nee, Nienke past niet in de beugels. Dus we moesten de beugels even veranderen naar grotere beugels. Dikke poten. Nienke heeft echt hele dikke poten. Nee. Maar in ieder geval, Sjaan was echt superleuk. Dus ik ben helemaal jaloers op Bonnie. En we gaan trouwens, wel leuk, maar we gaan binnenkort... Ik denk na de vakantie ongeveer. Gaan we nog naar het strand met Romy. Want Romy woont natuurlijk in Zeeland. Dus dat is superleuk. Dus we gaan nog lekker met z'n drie naar het strand. Maar in ieder geval, nu gaat Nienke erop. Ze zit. Oh, heb ik weer dat ding al nog, hè, die jas? Hi, Charles. Abus. Dank je. Zit er? Ja. Ja? Ik sta aan de weg, hè. Hey. Hey. Lekker ding. Ja, yeah. Is je job? Is je Romy's nieuw job? Is je poepies? Oh, daar is Nike. Poepies keppen. Poepies cap. Gaan we nou, gaan we nou. Oh, ik heb me echt heel kut op staan. Kijk nog een keer! Ik kan er echt heel kut op staan. Ik ga even zo. Yeah! Zo'n skate video, weet je wel? Zo'n skater, zo.
Okay. We zijn dus. klaar met zalen. We zijn nu Patty aan het opzalen. En we staan echt alle drie strak onder de pijnstillers. Want het leven van de ongestelde meid is echt niet te handelen. Maar we gaan er tegenaan. We gaan Patty even rijden. En wij mogen er ook even op. Dat is echt heel erg lief van Romy. En Patty is knap. Oh ja, dat ben ik. Beetje met zo'n centrum. Ja, zo. Meteen een beetje. Koeien. Wat? Pardon. Koeien en dan gaan we op de zorgel en dan op je trekken. Pet. Persoonlijk niet leuk. Ik kom echt een keertje bij jullie op bootcamp Twins. Pet is er klaar met. Ja, ze is er klaar met. Romy, ze is er klaar met. Ze is er klaar met? Ze is er klaar met. Nee, dat zei ik. Ze is er klaar met? Wat betekent dat dan? Ze is er klaar mee. Ze is er klaar met. We slagen er nergens op. Ze is klaar met. Klaar met. K-L-O-A-R. Klaar met. Dat hebben wij ook al hier hoor. Klaar. Ze is er klaar met. Ze is er klaar met. Ze is er klaar met. Hé Pet. Pet de kind. In Leiden op examentraining. Hier komt het. En toen was ik aan het praten. En toen zeiden ze, wat heb jij een accent? En toen dacht ik, what the fuck. Jullie hebben pas een accent met je Leidse taal. En toen heb ik al best wel een kop R. Nou, daar was het wel. Nou. Jongens, ik ga even ontzettend erg badass zijn. Let op. Let op. Mag je wel even filmen? Ja. Is deze keuze weg? Dat ziet niemand. Dit ziet niemand. Dit is paniek. Leuk, we zijn nu ook aan het filmen, dus je komt ook in de vlog. Wacht, even schuif staan. Wie ben je? Alicia. Alicia. Oh. Leuk, ga je ook rijden? Ja, goed. Leuk. Hier ook op de ponies. Ja. Gaaf zeg. Ja, Romy is nou naar achteren aan het rijden op Patty. Dus daar gaan we even filmen. Maar ik wil even dit laten zien, jongens. Nou, leuk je te ontmoeten. We hadden even dit. Als Romy zo meteen komt, dan denkt ze echt... Oh, wat is ze boos op ons? Leuk. Mijn hand schiet om te huilen. Ah. Okay. Nou, Nienke zit op Pet. En ik denk dat Nienke het spannend vindt, maar ik vind het ook echt vet spannend. Ik vind het niet spannend. Nee? Helemaal niet. Oh, ik wel jongens, want behalve sterren heeft er nog niemand op Patriska gereden sinds ik er heb. En ja, weet je, ik denk dat Pet vindt het best wel eng. Of best wel spannend, want ze hecht heel veel waarde aan... ze is een beetje een autist, laten we het daarop houden. Maar ik ook. En dat matcht gewoon. Ik ben ook een autist, dat klopt gewoon. Maar ik ga de instructeursopleiding doen. En dan moet er ook iemand anders op je paard rijden. Dus het is wel goed om dat even te oefenen. Ook voor Pet. En tot nu toe gaat het heel goed. Het heeft denk ik ook al geholpen dat ik eerst op heb gereden. Dan is ze al een beetje gewend in de bak en zo. En Nienke heeft ook al naast haar gestaan, zeg maar, tijdens het rijden. Dus ze is niet helemaal onbekend. We hebben natuurlijk al gepoetst, dus ze kent je wel een beetje. Hoe vind jij het zadel zitten? Ja, ik weet niet. Ruk, hè? Ja, maar ik heb ook geen laarzen aan, dus het is sowieso stammel. Nee, maar sowieso, zeg maar, bij je kruis... Wordt naar voren gedouwd? Ja, bij je kruis een stuk lager dan achter je kont. Ja. Dus tenminste, dat had ik... Wat? Bij Joost. Ja. Ik had... Wee. Pet doe ik ook heel vaak dingen die ze heel goed kan, want dan worden we weer vrienden, zeg maar. Dat vindt ze echt heel fijn, want ze weet ook zelf dat ze het goed kan. Voel je daar zo, oké? Ja, ik heb het gedaan. Als je durft te draven, moet je het doen hoor. Ja, mag ik? Ja. Ja, alleen maar zo rustig. Ja, kijk aan. Ja, hè? Ik moet op mijn benen gaan lopen in plaats van zo aan mijn handen. Nou, dat wil ze heel graag. Ze wil heel graag een beetje... Leuk, ja. Had ik ook hoor in het begin. Ik ben met de berg, of iets zeg maar. Nee, maar heb je dat gevoel of niet? Ja. Ja, dan komt er als zadel. Maar het ziet er niet zo uit. Zo ja, hè?
Nee, maar nu loopt ze ook al net deze de mond open, omdat ze nou ze gaat lopen douwen. Maar nu is ze ook gewoon de mond dicht en gewoon stil. En... Oh, Pets, wat deed je nou? Was dat die... Ah, oké. Okay. Ik dacht dat ze dat deed om die blokjes. Ik dacht al, dan ben je al 10 keer langs geweest en dan ga je nou ineens... Ik dacht dat ze dat deed om die blokjes. Ik dacht dat ze het deed vanwege die blokjes. Dus ik dacht al, dan ben je 10 keer langs geweest en de 11e keer om... Ja, hè. Maar zo is ze zeg maar ook elke dag. Het is niet zo'n Mary die gewoon... Ze doet ook altijd haar best. Dat is ook echt leuk. Oh jee. Leuk hè? Nou, niet zo chaos, maar ik ook wel. Moet ik nog een sprongetje doen? Durf je dat? Ja, nee, het mag. Zeker. En goed op je kont blijven zitten, zeg maar, voordat ze gaat. Ze springt als het goed is gewoon door het midden. Ze heeft geen afwijking of zo. Yay! Ik heb net op Pet gereden en ik vond het zo erg leuk. Romy die vond het heel eng om ons op te laten. Die zei in eerste instantie ook dat we er alleen eens maar even op mochten stappen. Want ze had er nog nooit zelf iemand anders opgelaten, behalve haar zusje. En bij de zusje deed Pet zeg maar heel spannend. Maar ik zat erop en ik vond het zo leuk en het ging zo goed. Ze zei, oh ja, draaf maar. Dus ik ging draven. En in het begin moest ik Pet nog heel erg voelen. Maar toen ik eenmaal door had zeg maar, wat ik moest doen, ging het echt heel fijn. Toen mocht ik ook galopperen. En jongens, Pet is echt het meest fantastische paard buiten Contessa ever. Ze is zo leuk. En ik zet bij bijvoorbeeld Tess zet ik heel snel mijn rechterarm vast. En ik merkte dat Pet daar nog veel heftiger op reageerde. Oh, daar is Maartje. En ik merkte dat Pet daar nog veel heftiger op reageerde. Dus ik moest wel loslaten. Waardoor Pet ook veel meer ontspanning kreeg. En het ook dus veel beter ging. En ook merkte ik dat ik heel bewust moest zijn van hoe ik zat. Dus dat ik echt moest letten op dat mijn warmer benen zaten. En dat ik rechtop moest zitten. En dat Pet dan ook die spanning zeg maar kon loslaten. En ik kan het vaak gewoon zeggen dat ik het heel leuk vond. En ik wil Romy echt bedanken voor het vertrouwen hierin. Zeg maar dat we er dan wel op mochten. En nu is Maartje aan het rijden. En dan ga ik even foto's maken. Wat vond je ervan? Ik vond het echt super gaaf. Maar ook gewoon, ze kent zulke oefeningen. En ik weet het allemaal nog niet. Dus Romy had mij een beetje geholpen en zo. Nou, en geweldig. Ik vond het zo leuk. Ik dacht, joh, dit voelt echt goed. Ik dacht, nou, heb ik nog nooit gedaan. Leuk, hè? Echt heel leuk. Wie is Pet in de stal? Staat het er nog? Nee, die is al weggehaald. Pet. Jongens, kijk even. We gaan, want we dit paard kwelt. En het ligt er allemaal. Hallo. Hij doet het niet meer. Ik dacht, ik wil als het dom zitten. Wacht, laat op. Even wachten. Doe het. Nee, hij heeft me door. Hij heeft je door. Hij heeft me door. Nou jongens, we hebben net wat gegeten en we zijn nu weer terug op stal. Het is al... Even kijken. Het is al 7 uur, maar in ieder geval, wij gaan rond 7:45 gaan wij weg. Weer naar Rotterdam Centraal. En in ieder geval, we zijn nu nog een sketch aan het opnemen voor Romy haar kanaal. En even nog vloggen en dan... Ja? Oh, ze hebben me nodig. Sorry jongens. Kijk, dus op dit moment een sketch aan het filmen. Kijk dan. Shit. Nee, die is goed. Die is goed. Ja. Jongens, die is goed. Oké. Dit is een sketch van Romy's kanaal. Ja. Dan hebben we niet zoveel tijd. Dus dit is echt een ja, we hebben ongeveer nog. Het is 7:15 jongens. En wij moeten echt nog bijna, nou ik denk wel 3,5 uur nog reizen. Dus, Oké, nu hebben we jou nodig denk ik. Oh, ze hebben mij nodig. Dag! Hey!
Nee. Oké. Nou, wij zijn klaar bij Romy. En het was echt een superleuke dag. En we willen Romy bedanken voor dat we op haar paardjes mochten rijden. Ja, echt heel leuk. Ja, er komen verschillende video's aan. En Expectations vs. Reality op het kanaal van Romy. Er komt een sketch op ons kanaal. En dan wil ik even zeggen dat jullie even het kanaal van Romy moeten checken via het linkje hieronder in de beschrijving. Vergeet ze niet te volgen op Instagram en op Snapchat. En dan zien we jullie de volgende keer. Doeg! Doei!